gelukkig is de Bijbel het goede nieuws en blijven we hem toch wel kopen. Best verkochte boek ooit. Jullie merken wel dat er dingen aan het spelen zijn die ons heel duidelijk erop wijzen dat het aan het afbreken is. Jullie merken heel duidelijk dat alles klaar staat voor de komst van de antichrist. Ja. En dat merken jullie ook wel natuurlijk omdat er geen leiders meer zijn in deze wereld. Er zijn kleine dingen die aan het gebeuren zijn in deze wereld. Oké. Okay. Laat me één stap terugnemen. Er is een man die heeft gezegd, zij die niet leren van het verleden, zijn gedoemd om het te herhalen. En dat is eigenlijk wat nou weer aan het gebeuren is. Oké. Okay. Je kan ook zeggen van, ik weet ook dat een keer hoorde ik iemand zeggen van, ja, maar je moet ook niet elke keer niet met de wereld kijken en dit en zo voor. Ik zeg maar, Jezus heeft zelf gezegd, ik ken de tijden. En hij heeft zelf ook tegen ons gezegd, ik kan je het uur niet vertellen of de dag, maar ik kan je wel het seizoen vertellen, wanneer ik terugkom. Als je deze dingen ziet gebeuren, dan weet je dat ik gauw terugkom. Nou, mag ik jullie eerlijk zeggen, die dingen zijn al aan het gebeuren. Ik herinner me toen ik bekeerd was in begin 60 jaren, spraken ze over dat de klok stond op 5:12. Dat was 50 jaar geleden, 55 jaar geleden, zeiden ze dat. Ik kan jullie nou zeggen dat het 1:12 is. Punt is dat, dit is belangrijk wat ik nog ga zeggen. De bedoeling van dit allemaal is om ons allemaal in slaap te sussen. Toen ik jong was, ik herinner me nog, ik was jong en heeft mijn moeder me dit verhaal verteld. Ik heb het jullie misschien wel eerder verteld. Is dat Satan riep een vergadering van zijn topdemonen. Dat was al zijn demonen. Hij zegt van, hey jongens, deze christenen. Ze zijn veel te serieus aan het worden. We moeten echt iets hieraan doen om te zorgen dat ze niet zo serieus zijn over hun geloof en het volgen van Jezus. Wat kunnen we doen? En er kwam eentje, er stond een demon op en die zei van, hey, waarom doen we dit en dit en dit? Ja, we hebben geprobeerd, niet gelukt. Ze zei, hey, weet je wat we doen? We maken ze heel erg rijk. Toen zei ze, ja, leuk idee, maar we hebben dat al geprobeerd en eerlijk gezegd wat het probleem is. Ze hadden zoveel geld, ze konden alles kopen enzovoort. Ze begonnen zo'n hele leegte van binnen te voelen. Herinneren zich dat de Heer het heeft gevuld. En wat is het probleem daar nou geworden? Ze zijn terug naar de Heer gegaan met al dat geld. Hebben meer kerken gebouwd. Dus dat is geen goed idee. Die zei dat en die zei dat. En toen kwam er op een gegeven moment, kwam er een heel kleine demon en die trok aan Satan zijn dingen en fluisterde iets in zijn oren. En Satan zei het tegen. En Satan begon te barsten van het lachen. Hij zei, absoluut, dat is het beste idee dat ik ooit heb gehoord. En toen zei hij, wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd, vertellende christen is allemaal waar. Maar je hebt tijd zat. En die leugen gaat nog steeds door. We hebben tijd. Je hebt tijd. Het duurt nog heel lang voor de Heer komt. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat het heel gauw gaat gebeuren. Oké? Okay? En dan moet je één ding rekening houden. Ik weet dat ook in Petrus, schreef Petrus ook naar de christenen toen, die zeiden van, er zijn spotters die gaan komen en die gaan zeggen van, waar blijft het? Elke keer zeg je, hij komt, maar de wereld is altijd hetzelfde gebleven. Zie, het punt is dat, wat ik hierbij zeg, is al duurt het nog 20 jaar, is het heel gauw. Maar wat ik daarmee eigenlijk hier wil zeggen, dit is belangrijk. Het belangrijkste hiervan is dat de reden waarom de Heer Jezus niet terugkomt, is dat een heleboel mensen die mee zouden moeten gaan, niet meegaan. Dus en Peter zegt dat zelf ook, hij stelt het uit waarom dat hij niet wil, dat hij wil zoveel mogelijk meegaan. Nou, het punt is dat, wat er aan het gebeuren is al duurt het 20 jaar, beginnen christenen af te zwakken. Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 vers 12 heeft hij gezegd, doordat het kwade toeneemt, zal de liefde van de meeste verkillen. Meeste. Wanneer ik kom, zal ik enig geloof vinden op aarde, zegt de Heer Jezus ook in de evangelie. Okay? Wat ik daarmee wil zeggen, is doordat wij op een gegeven moment worden we meegetrokken en meegesleurd met de dingen van deze wereld. Oké? Okay? Het wordt slechter en het wordt slechter. En het punt is dat, wat mij het meeste zorgen baart, is de jonge mensen. Waarom? Want je merkt het ook bij de jonge mensen. En ik ga je zeggen, het is ook zo. Want ik herinner me toen ik
Ik ben bekeerd toen ik 10 jaar oud was. Maar de 60 jaar waren echt een apart tijdperk. Het was echt een apart tijdperk. Het was echt een tijdperk voor jonge mensen. Precies, het was echt een tijd voor jonge mensen, voor tieners. En ik was echt een tiener in die periode. En op een gegeven moment merkte hij ook dat de wereld begon te trekken. Dus ik ben een tijdje, ik ging niet meer naar de kerk. Ik bad nog een, dat was mijn opstandigheid. Ik bad in de klas mijn Bijbel nog, maar ik ging niet naar de kerk. En dan, dus ik heb ook gemerkt hoe de wereld aan je kan trekken. Vooral wanneer je jong bent. Ja? En dat merk je ook, is dat, we zien dat ook heel veel. Ik heb het toen gezien in die jaar. Is dat moment, we waren allemaal bij elkaar, 12, 13, 14, 15. Toen gingen we naar middelbare school en toen plotseling begint de wereld aan je te trekken. Ja? En dan vallen ze weg, vallen ze af, verzwakken ze. Ja? En dat is een periode waar wij in deze gemeente ook heel veel bidden voor onze jonge mensen. Al blijven ze weg, wij behoren ze, vinden ze nog steeds dat ze onderdeel van ons zijn. Blijven voor ze bidden. Maar wat ik daarmee wil zeggen, het is om een voorbeeld te geven hoe de vijand dat ook met ons doet. De jonge mensen hebben natuurlijk de wereld trekt ze enzovoort. Maar ik kan het ook zeggen van de oudere mensen. Ja, je wil harder werken, want je wil een groter auto, je wil een groter dit of je wil een groter dat enzovoort. Ja? Maar het belangrijkste eigenlijk is dat waarin gaan we investeren? Waarin wil je investeren? Oké? Okay? Geloof me. Al het geld dat je hebt is niet van jou. Zie je, als je kijkt naar de belasting, iemand heeft gezegd, de enige twee dingen in dit leven dat absoluut zeker zijn, is doodgaan en belasting betalen. Oké? Okay? En dat zie je ook. Maar wat de Heer, ik vind die houding van de Heer eigenlijk zo mooi, hij heeft gezegd, kijk, alles is van mij, al het geld dat jij krijgt is van mij, want hij heeft ze letterlijk gezegd, zonder mij kan je niets. Hij heeft je die baan gegeven, hij zorgt dat je salaris krijgt, hij heeft je alles gegeven enzovoort. Maar hij zegt tegen jou, ik zie mensen zeggen van, ik moet de Heer 10% geven. Weet je hoe ik het bekijk? 90% is van mij. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel, hè? Het punt hier gaat hier om, waarin investeer jij? Toch? Investeer je in koninkrijk van God? We hebben het nodig. Je kan ook zeggen van, ja, God heeft gezegd, en het staat letterlijk in de Bijbel, alle goud en zilver van deze wereld behoort mij toe. Dat is waar. Hij kan het makkelijk hier gewoon deponeren. Maar hij doet dat niet. Hij doet het door ons. Toch? Je moet ook rekening houden. Hij heeft geen bijbelleraar nodig. Hij stuurt gewoon een heleboel engelen om het evangelie te brengen. Kon hij ook gedaan hebben, toch? Maar dat is niet hun taak. Hun taak is een heel andere taak. Toch? Jezus is zelf, God is zelf gekomen in het vlees om het evangelie te brengen. Toch? Wat doet hij nou? Hij is nog steeds in het vlees het evangelie aan het brengen. Door ons. Hij is nooit gestopt. Hij is nooit weg geweest. Jezus is nooit weg geweest. Hij is teruggekomen in de Heilige Geest in ons. Ja? Dus het punt is dat. Hij zegt ook, want er gaan meer van deze dingen gebeuren. Want ik heb wel foto's gezien en video's van die mensen die daar trekken uit Guatemala en Honduras. En op de grens. En dan zie je hoe ze hun kinderen aan die mensen willen geven. Het is verschrikkelijk wat er daar gebeurt. Ja, die mensen, om zoiets te doen moet je verschrikkelijk wanhopig zijn. En dan heb je die mensen die uit Afrika komen, toch? Die ontvluchten die dingen ook. Je hebt dat overal. Ze ontvluchten deze dingen. Ze zoeken een plaats waar ze zich veilig kunnen voelen voor hun kinderen. Je hebt zelf van die mensen in Latijns-Amerika die hun kinderen gewoon alleen maar sturen, alles om ze veilig te stellen. Dat is verschrikkelijk. Toch? We zitten in de eindtijd. En de Heer wijst ons erop dat we sterk moeten blijven staan. Hij zegt het verschillende keren. Wie volhoudt tot het einde zal behouden worden. Er komen heel veel dingen op ons af. Ik weet het. Maar daarom moeten we samen sterk staan. Samen bidden. Daarom zijn de bidstonden zo belangrijk. De Bijbelstudies zijn belangrijk. De diensten zijn heel erg belangrijk. Daar halen we onze kracht vandaan, op de Heer te steunen. Maar het moet samen gebeuren. We moeten het samen doen. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid dat u vanmorgen tot onze harten spreekt door uw woord.
Want zonder u kunnen wij niet, Heer Jezus. Wij zijn hier in uw naam, samengebracht door uw Heilige Geest. En ik dank u voor ieder die hier is en ieder die niet kon komen vandaag, dat u hun hart aanraakt, Vader God. Vraag me in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Kijk even, we gaan verder kijken naar onze tekst, Efeziërs hoofdstuk 4. Paulus zegt hier, hij zegt als gevangene in de Heer, ik lees vanaf vers 1, vermaan ik u dan te wandelen waardig ter roeping waarmede u geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, elkander in de liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één in geest, gelijk u geroepen zijt, in de ene hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dus Paulus roept ons hier op dat we moeten wandelen in de roeping, de waardige roeping. Want ieder persoon is geroepen. En ik weet dat, ik zeg dit vaker, dat mensen soms zeggen, ja, maar ik heb geen talent hierin, ik heb geen talent daarin. Dat is niet echt helemaal waar, want je wordt vaak niet geboren met wetende welke talent je hebt. Ja, als je dan baby's kent, weet je, heb je geen flow. Dus toen we daar zo, Einstein daar zo in zijn kribbel lag, hadden ze nooit gedacht dat hij Einstein zou worden. Weet je wat ik bedoel? Dat kan je niet zien. Je moet moet ontwikkeld worden. De Heilige Geest geeft dat. We hebben 2 weken geleden daarover gehad, over 1 Corinthians 12, hoe de Heilige Geest ons bekwaam om taken te kunnen uitrichten voor de opbouw van de gemeente. En dat zegt hij hier ook. Hij zegt, kijk, wandel, leef waardig naar waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En maar dat moet je ook doen in nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid en elkander in de liefde te verdragen. En te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. De band des vredes, wat betekent dat eigenlijk hier? Wat hij bedoelt met de band des vredes, dat we elkaar verdragen. En dat we ook rekening houden. Je hebt sommige mensen die een beetje moeilijk in de omgang zijn. Daar komen we allemaal tegen. En misschien zijn wij dat ook tegenover andere mensen. Ja? Maar het belangrijkste is, wat ik heb meegemaakt in mijn leven, is dat als ik soms zulke mensen tegenkom, dat ik altijd zeg, Heer, laat me hen door uw ogen zien. Dan krijg je een heel ander beeld van die mensen. Want vaak merk je mensen, heb ik meegemaakt, die mensen die echt een beetje afstandelijk zijn of een beetje moeilijk zijn of zo voort. Als je echt diep gaat graven, dan kom je erachter dat ze heel veel pijn van binnen hebben. En ze daarop reageren. Dus je bent boos op wat ze aan het zeggen zijn, terwijl je niet kijkt naar waarom ze het aan het zeggen zijn. Begrijp ik bedoel? We moeten dieper naar mensen gaan kijken. En dat is wat Gods woord ons ook hier zegt. Zeggen, hoe moeten we dat doen? Met nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Langmoedigheid betekent eigenlijk dat je het verdraagt, dat je neemt wat ze doen. Zoals God dat met ons heeft gedaan. Ja? En dan kan de liefde te verdragen. En wat moeten we daardoor doen? De eenheid van de geest bewaren. Wat we voor 2 keer geleden hebben gezegd, wat daar staat in 1 Corinthians hoofdstuk 12. Waarom? Want we zijn één geest, één lichaam. We zijn geroepen in één hoop van de roeping, van onze roeping. Want er is één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. En hij is boven allen en door allen en in allen. Het punt is dat we naar onze levens moeten kijken als God die door alles heen is en heen gaat van ons leven. Alles van ons is belangrijk voor hem. Ieder detail. Toch? Voor hen die moeders en vaders zijn, denk aan je kleine kinderen, toch? Je ziet ze rennen en zo voort. Elke dag onderzoek je ze helemaal om te zien of er scheurtjes of dingetjes of dit slaapbal, bloedinkjes, wat dan ook. Begrijp ik bedoel, builtjes of zo voort. Je kijkt ze helemaal, als je ze avonds een bad geeft van de ren, toch? Om te zorgen dat ze goed hebben, ze goed gegeten. Je kijkt naar elk detail. Ik bedoel echt elk detail. Waar of toch? Hebben ze goed geplaatst? Hebben ze goed geboekt? Echt waar. Daar kijk je naar. Is het waar of niet? Want je wil zorgen dat ze gezond zijn. En je wil zorgen dat alles wat uit je lichaam op dit moment komt, goed werkt.
En als wij dat met onze kinderen doen, hoe doet dan God dat met ons? Zegt hij zelf toch ook? Als je kind je vraagt, Jezus zelf ook het voorbeeld geven. Als je kind je vraagt om een ei, geef je me een steen. Geef je hem iets slechts? Hij zegt, jullie zijn slecht. Hoeveel te meer zal God de Vader je niet de Heilige Geest schenken aan wie het hem vraagt? Colossense 3 vers 17 zegt, en al wat u doet met woord of werk, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader dankende door hem. Zie je? Dus alles wat je doet, ja, zelf aan het werk. Je moet soms gewoon, ik weet dat we vaak echt soms werken met mensen die een beetje moeilijk zijn. Ja? Maar daar hoeven we niet op in te gaan. Toch? Dat is waar hij praat over nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Toch? Maar hij bedoelt, we moeten leren, daarom, dat is wat deze tekst zegt, dat we, ik vermaan u te wandelen van Efeziërs hoofdstuk 4, naar de waardig der roepen waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, elkander in de liefde te verdragen. En ook te beijveren de eenheid des geestes te bewaren, door niet boos te worden op alle dingen die mensen doen. Maar gewoon zeggen van, waarom doe je dat? Ik heb jullie toch ook jaren geleden verteld van een zuster die in de kerk kwam en ze had altijd een hele goede relatie met een andere zuster. En die zuster kwam aan en ze kwam lopen en ze zei tegen haar, oh, goedemorgen. En ze liep strak langs haar heen met een heel serieus gezicht enzovoort. En die hele week was ze helemaal overdonderd dat die zuster dat gedaan had. Heeft er helemaal negeerd, niet naar gekeken enzovoort. En ze ging bidden met een vriendin. Toen zei die vriendin, ik begrijp het niet. Waar ben je niet naar toe gegaan om te vragen wat het is? In plaats van de hele week ben je helemaal overstuur. Toen is ze die zondag naar die zuster toe gaan en zegt, kijk, dit is gebeurd. Toen zei die zuster, ik heb je niet eens gezien. Ik had zo'n vreselijke migraine. Ik had een kinderdienst en ik kon het niet aan overdragen. Want die migraine begon die ochtend. En ik kon niet overdragen en ik kon die 40 kinderen niet zomaar laten, want er was niemand anders om het te doen. Dus zeg, wil je me vergeven dat ik het gedaan heb? Zie je wat ik bedoel? Het had helemaal niet tegen haar. Soms nemen we dingen veel te, weet je wat ik bedoel? Alles wat u doet in werk, in woord of werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat God dankende door de Heer Jezus, God de Vader dankende door de Heer Jezus. Dat we dit mogen doen. Dat we een voorbeeld voor mensen mogen zijn. 1 Thessalonicenzen 3 vers 12 en 13 zegt het volgende. Hij zegt hier in 1 Thessalonicenzen 3 vers 12 en 13. En u doe de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Zoals wij gezind zijn jegens u. Om uw harten te versterken zodat zij onberispelijk zij in heiligheid voor onze God en de Vader, bij de komst van onze Heer, Heere Jezus, met al zijn heiligen. Dus hij zegt hier dat de Heer Jezus, de Heer moet toenemen en overvloedig worden in onze liefde tot elkaar. Ik heb het, elke keer zeg ik het weer, liefde is het bloed van het lichaam van Christus. En ik praat niet over liefde, ja. Daarover heb ik het. Ik heb het over een liefde die zegt van, ik acht jou hoger dan mezelf. Jouw belangen zijn veel belangrijker dan die van mij. En hoe eindigt die tekst? Dat is die tekst uit Filippenzen 2. Hoe eindigt die tekst wanneer al die dingen genoemd wordt? Laat deze houding in jou zijn, deze gedankwijze in jou zijn, deze attitude in jou zijn, welke in Christus Jezus was. Hebreeën 12 vers 9 zegt, voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan ook niet veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Je moet niet vergeten, als hij vele plaatsen, als er iets gebeurt, als iemand jou straft, is het om je te vergelden voor wat je hebt gedaan. Als iemand je tuchtigt, is om te zorgen dat je verbetering komt. God tuchtigt. Hij disciplineert. Hij straft niet. Tuchtiging betekent, ik hou van je, ik wil dat het beter wordt. Straf betekent, ik heb gruwelijke hekel aan je, ik wil jou hierin terugpakken. God tuchtigt, omdat hij van ons houdt. En wat staat er? Dat wij ons onderwerpen aan wie? De Vader der geesten. Zie je? Wie zijn die, over welke geesten heeft hij het? Over welke geesten heeft hij? Ons.
Zie je? Nog een keer. Voor de tuchtiging van onze vaders naar het vlees, dus onze vaders hier op aarde, hebben wij ondergaan en zagen tegen hen op. Zullen wij dan ons niet veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Jacobus 1, vers 17 en 18. En vers 27. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zeem van ommekeer, naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Ja? Dus hij zegt hier, alles wat we krijgen, alles wat God ons geeft, is belangrijk, is volmaakt, want God is niet iemand die van gedachten verandert. Of dan weer dit zegt, of dan weer dat zegt. Alles wat van hem komt, is om ons dichter naar hem toe te brengen. Kijk met mij naar 1 Petrus hoofdstuk 1. Terwijl je dat opzoeken wil ik nog, ik heb dit vers moet ik ook nog even zeggen. Van 1 Jacobus 1 vers 27 zegt hij ook, zuiver en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is, omzien naar wezen en weduwen in hun druk en om, en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dat is zuiver en onbevlekte godsdienst voor God de Vader, dat we omkijken naar wezen en weduwen, dat we omkijken naar de mensen die het moeilijk hebben, omkijken naar de mensen die machteloos zijn, en dat we ons onbesmet bewaren tegen deze wereld. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is wat wij moeten doen. En hier, in 1 Petrus, en in, ik lees vanaf vers 17, en indien u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat u niet met vergankelijke dingen, goud of zilver, zijt vrijgekomen, van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard, ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd heeft, tot ongewijnse broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborene, niet uit vergankelijkheid, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Het komt telkens weer terug op. Het is belangrijk voor ons dat we Gods woord niet alleen lezen, maar het echt bestuderen. Dat we het ook echt er diep op ingaan. Wat betekent dat? Wat zegt dat? Ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat heel veel, maar de laatste tijd zelfs meer. Is dat ik gewoon in de kamer daar ligt, het is donker, lig op bed en dan luister ik naar de Bijbel. Want er is niets om me af te leiden. Ik heb die Bijbel op cd'tjes. Ja, tegenwoordig is het heel makkelijk. Hè? Het is gewoon op de. Kijk het gewoon op je. Niet waar. Dan gaat het echt diep op je in. Dan luister je er echt goed naar. Weet ik bedoel? Geen afleiding om je heen. Er is geen licht. Het is helemaal donker in de kamer. En dan luister ik. En dan zeg je: wacht even. Dat is mooi. Maar dan draai ik het even terug. Ik zet het weer even terug. En het geeft me een heel prettig gevoel. Want dan is het. Gods woord die tot mij praat. En hij zegt hier, indien u hem als vader aanroept, als we God aanroepen als de vader die hij is voor ons, en waar wij vandaan komen, en hij is geen aanzien des persoons, en hij kijkt niet naar of je rijk bent of je arm bent of wat dan ook niet, hij kijkt naar je werk, hij kijkt naar de wandel die je doet in onze vreemdelingschap, want je ziet, hij zegt het letterlijk ook, dit in wezen is niet ons thuis. Wij horen hier niet toe. Maar wij moeten beseffen, het moet tot ons doordringen, dat we vrijgekocht zijn. Niet met vergankelijke dingen zoals goud of zilver, want dat betekent als je vrijgekocht bent met goud of zilver, is jouw vrijheid ook tijdelijk. Maar als je vrij bent gekocht met het bloed van Jezus, is je vrijheid eeuwig.
Dat is wat deze tekst betekent. Maar we moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En hij zegt hier ook met ongeveinsde broederliefde. Het moet echt oprecht zijn. Heb elkander van harte en bestendig lief. De enige manier om God echt toe te leren kennen. Is toch? Wat zegt het? Heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw wezen. En naast als uzelf. Op dezelfde manier. Als je naar God kijkt, in God is er niets, helemaal niets fout. Zo moet je ook in principe naar je broeders en zusters kijken. En hun verdragen. Waar of niet? Want er is niets in hen fout, tussen aanhalingstekens. Toch? Weet je wat ik jullie vaker vertel? Wat die vindt het terecht, wat die vindt het een prachtige gezegd. Ik zeg het nog een keer hier, van die wat de rabbijn heeft gezegd, Julius Gordon. Liefde is niet blind, het ziet meer. En maar juist omdat het meer ziet, is het bereid om minder te zien. Dat is wat deze tekst betekent. Oké? Okay? Ik wil dat naar mij gekeken wordt, zoals Jezus naar mij kijkt. Toch? 1 Johannes 1 vers 2 en 4. 1 Johannes zegt, het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwig leven. Dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u. Opdat ook u met ons gemeenschap zou hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap volkomen zij. Dus het leven is geopenbaard. We moeten kijken naar het leven. Ik weet dat we kijken naar al die dingen die fout gaan. Al die dingen die verkeerd zijn. Al die dingen die we allemaal weg zouden willen hebben. Maar de Bijbel zegt de problemen van de rechtvaardigen zijn veel. Maar de Heere redt hem uit alle. Je kan het echt bij hem neerleggen. Geef hem een kans om je te laten zien wat hij kan doen. Uit ervaring kan ik je zeggen van, ik ben echt in situaties geweest waar er absoluut geen uitweg was. Maar als er geen weg eruit is, is er altijd een weg omhoog. Ik heb het altijd ervaren. Ik sta hier niet om wat ik gedaan heb. Ik sta hier om wat hij gedaan heeft in mijn leven. Ik sta hier en jullie ook. Jullie zijn daar, zijn hier omdat wat hij gedaan heeft in jullie leven. We moeten beginnen echt tot ons door te dringen wat onze oorsprong is. Het is belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Waar komen wij vandaan? Wij komen van God. Vader der Geest, hebben we toch gelezen, toch? We zijn van Hem. En zoals we hier net hebben gelezen, is dat onze gemeenschap is met de Vader en met de Zoon. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15 en 17. Roept Hij ons op. Heb de wereld niet lief en hetgeen de wereld is. Zie, daar ligt het grootste probleem, is dat de wereld ons trekt ook. Omdat er zoveel dingen om ons heen gebeuren, zo altijd zo druk hebben enzovoort, ja. Kijk even naar de mensen in die andere landen, in de derde wereldlanden enzovoort. Die mensen hebben het niet het zoals wij. Zoals iemand eens heeft gezegd, God heeft de mensen in het noorden van de wereld de klokken gegeven en de mensen in het zuiden van de wereld de tijd. Toch? En zei, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat de wereld is, de begeerte des vlees, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven, dus een leven van trots, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot de eeuwigheid. Deze wereld gaat voorbij. Deze wereld eindigt. Niet alleen wanneer de wereld eindigt, maar ook wanneer jouw leven eindigt. En waar sta je dan? In Johannes hoofdstuk 3, vers 1 en 3 zegt, ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is ons niet geopenbaar dat wij wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is.
dus Johannes. Johannes werd het genoemd de liefdesapostel. Er is een overlevering, het is niet in de Bijbel, maar het is een overlevering, want je moet niet vergeten, zijn er bepaalde dingen die mensen ook hebben geschreven over die dingen die zijn gebeurd in de laatste eeuw. En men vertelt dat Johannes is de enige discipel van Jezus die niet marteldood gestorven is. En men vertelt dat hij op een gegeven moment, want hij leefde nog aan het eind van de eeuw. Dus hij was boven in de 90 toen hij hoogwaarschijnlijk stierf. En men vertelt dat hij op een gegeven moment kon hij niet meer lopen, hij was zo oud. En ze droegen hem op een bar en dan ging hij door de straat heen. En zo'n mensen stonden om hem heen en dan alles wat hij zei, heb elkander lief. Dat is het verhaal dat verteld wordt van hem in zijn laatste jaren op aarde. En hij is echt de liefdesapostel. Dus hij wijst ons hierop. Kijk welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Hij zegt, die liefde is gegeven. Wat is die liefde? Laat het je beseffen. Die liefde die hij ons gegeven heeft, dat wij die titel mogen aanmerken van kinderen Gods. Want ze zijn het ook, zegt hij. En hij zegt, daarom kent de wereld ons niet. Je moet niet verbaasd zijn als de mensen in de wereld jou aan de kant willen zetten. Want je bent niet van hen. Ze begrijpen je niet. Ze willen je niet begrijpen. Hij zegt, maar als we zijn kinderen Gods en het zal geopenbaard worden. En wanneer Jezus geopenbaard zal zijn, zullen we gelijk met hem zijn, want hij leeft in ons. En hij zegt, ieder, vers 3, en ieder wie deze hoop op hem heeft, dat wij gelijk met Jezus zullen zijn, door de Heilige Geest en het bloed van Jezus, en dat hij in ons woont, hij zegt, ieder die deze hoop heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Zie je? Om dat te kunnen doen, moeten we ons reinigen zoals Jezus zich gereinigd heeft. Want Jezus, zoals de Bijbel zegt, God is rein, wees rein. 1 Johannes, 10 tot en met 19. Dus 1 Johannes, als je wil in Johannes zijn. We blijven nog even in Johannes, hè? 1 Johannes tenminste, en dan gaan we naar 2 Johannes. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons. En dat hij ons in zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. En al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloof dat God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk hij is, zijn wij ook in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf en wie vrees is niet volmaakt in de liefde. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Johannes drukt het op ons hart hier. Om ons een leven te laten leiden en te laten beseffen in het diepste van ons wezen dat Jezus God is. Dat God de Vader Jezus heeft gezonden om de redder van deze wereld te zijn. Hij is de enige die dat kon. Dus hij zegt, als wij belijden dat Jezus Heer is, dat Jezus de Zoon van God is, dat God hem gezonden heeft, woont God in ons en dat blijft hij in ons en dat blijven wij in hem. Okay? Maar hij zegt ook hier in vers 16, en wij hebben de liefde onderkend en geloof dat God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Als je merkt, elke keer als we praten over God, liefde, God, liefde, God, God is liefde. Maar liefde is geen gevoel, het is een houding. Het belangrijkste van liefde is een houding. Ja, en dat merk ik, ga je eerlijk zeggen, ik heb pas Gods liefde kunnen begrijpen toen ik kinderen kreeg. Want ik weet dat als ik een vriend had, en ik had een vrienden die ik echt heel veel van hield, maar als ze iets deden, dan ging die liefde wel een beetje omlaag. Ja, was ik boos, was ik dit en zo voor. Duurde een tijdje weer, toch? Maar bij mijn kinderen, als ze ongehoorzaam waren, hoe boos ik ook niet was, die liefde ging niet omlaag. Toen pas begon ik onvoorwaardelijke liefde te kennen. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Toch? Maar bij je kinderen
is het, die liefde gaat niet omlaag. En dat is die liefde die God voor ons heeft. Het blijft gewoon op hetzelfde. Hij is boos op je. Ja, God wordt ook boos op ons. Maar die liefde gaat niet omlaag. Het blijft op dat ontzettend hoog niveau. En dat is wat hij hier zegt. Dat is wat hij zegt, dat God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Oké? Okay? Dit is een ontzettend mooie tekst en het is een tekst waar wij heel makkelijk omheen lezen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij de vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk hij is, zijn we ook in deze wereld. Dus wat hij zegt, wij hebben door de liefde, dat ons volmaakt maakt door het bloed van Jezus, hebben wij vrijmoedigheid op de dag des oordeels. Wanneer we voor hem staan, hebben we vrijmoedigheid. Ik mag de hemel binnenkomen. Want je moet niet vergeten, wanneer ik daar voor God sta, hij ziet mij niet. Weet je wat hij ziet? Mozes zei, wanneer God het bloed ziet op de deur, gaat hij u voorbij. Daarom heet dat feest Pesach. Het betekent voorbijgaan. Wanneer wij voor God staan, ziet hij ons in principe niet. Hij ziet het bloed van Jezus. En dan gaat hij ons voorbij. Dus daarom hebben wij vrijmoedigheid. Maar die vrijmoedigheid kan je alleen maar krijgen als je die God van liefde in je leven toepast. Dan pas kan je hem krijgen. Want hij zegt, er is in de liefde is er geen vrees. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. Zie je? Wat we eerder zeiden toch? Houdt verband met straf. En wie vrees is niet volmaakt in de liefde. God straft niet, hij disciplineert. Wij hebben lief omdat hij ons eerst lief had. Daar komt het vandaan. 2 Johannes hoofdstuk 1. 8 en 9. Zegt. Let op uzelf dat u niet verliest wat wij verricht hebben. Maar u loont ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Belangrijk punt hier ook eigenlijk, is heel erg belangrijk, is dat we blijven in Gods leer. Want als je kijkt naar de brieven van Paulus, van Jacobus en van Petrus en van Johannes, worden telkens weer gewaarschuwd, en Jezus heeft dat ook gedaan, voor die foute leren die binnen gaan komen. En het, je moet niet vergeten, het komt niet binnen, van buiten, het komt van binnen. Er zijn bijbelleraars die verkeerd gaan, er zijn voorgangers die verkeerd gaan. Die dingen zeggen, die ze hebben een eigen agenda. Ja? En het belangrijkste is, en dat zie je ook, vele gemeenten vallen uit elkaar en zijn zwak, omdat er slecht leiderschap is. Dat is de hoofdreden dat gebeurt. Daarom hebben wij afgesproken in deze gemeente en deze gemeente. Ik ben niet de voorganger. Jezus is de voorganger. Ik en de andere bestuurders zijn ANWB-borden. Dus alles wat wij zijn. Daar is hij. Die kant moet je op. Dat is alles wat mijn taak is. Ik ben voorgaande, maar ik ben geen voorganger. Dat is een groot verschil. En trouwens, weet je waarom ik dat zeg? Want ik weet wanneer ik voor hem sta. God is een liefdevolle God. But, zoals ze zeggen in het Engels, don't mess with the sheep. Ja? Openbaring 1 vers 4 en 6. Hier praat Jezus tot de 7 gemeenten, tot de gemeenten. Dus ik werd ook weer gevraagd, want ik merk ook weer dat er een heleboel vragen naar voren komen. Dus we gaan ook weer naar de studie van openbaringen moeten gaan. Ik ga die, ik hoop voor eind van dit jaar, een Oude Testament af te maken, of tenminste, dit seizoen, tenminste voor eind van januari. En dan in februari te beginnen met de studie van Nieuwe Testament, want dat volgt heel duidelijk, heel goed erop. En dan gaan we naar Openbaring, of want misschien tussenin ook de studie van de profeten van Israël. Dat is ook een heel belangrijke studie. Maar we moeten daar nog over hebben. Oké, en dan wil ik ook nog een studie doen over Romeinen en Galaten. Romeinen is onze grondwet van het Koninkrijk van God. Dat moeten we ook echt goed gaan bekijken. Maar goed, Openbaring 1 vers 4 en tot en met 6. Johannes, aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn.
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Wat heeft hij gedaan? Door het ons te verlossen, heeft hij ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Dat is het belangrijke, een koninkrijk priesters. Ja? Onze taak is om te zorgen dat we op een gegeven moment geen taak meer hebben. Ik las dit laatst, iemand heeft eens gezegd, ik vind het een hele mooie uitdrukking. De hoofdtaak van de leider is niet om volgers te maken. De hoofdtaak van de leider is om leiders te maken. Ieder van ons moet een leider zijn. In welke taak ons God ook legt. In thuis, bij de familie, aan het werk. En dat bedoelt niet precies dat je de baas bent. Mensen begrijpen het verkeerd, hè? Wat een baas is. Oké? Okay. Iemand heeft eens gezegd, een baas is iemand die zegt, doe wat ik zeg. Oké? Okay. Een manager is iemand die zegt, of een leider is iemand die zegt, volg mij. Een manager is iemand die zegt, of die tegen ons zegt, doe wat ik zeg. Ja? Nee, sorry. Een leider is iemand, een manager is iemand die zegt, van volg mij. Een baas is iemand die zegt, doe wat ik zeg. Maar een leider is iemand waarvan men zegt, wij hebben het zelf gedaan. Dat is een leider. Onze laatste tekst, Openbaringen 3 vers 5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. Openbaringen 3 vers 5. Wie overwint zal ook bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wij moeten heel duidelijk weten wat onze taak hier is op aarde. Onze taak hier is om Jezus te volgen. Onze taak is om een voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen. En dat kunnen we alleen maar doen, zoals we eerder hebben gelezen, door liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid, nederigheid. Mensen moeten van ons weglopen en zeggen van, ik heb Jezus gezien. Dat is het hoofdpunt. Zoals dat lied zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Oké? Okay. Zijn er moeilijke dingen die op ons afkomen? Hebben we allemaal, ik weet dat we het allemaal hebben. Maar het is tijd voor ons om de God te vertrouwen, aan de voeten van zijn kruis te laten en het daar te laten. Laat hem voor voorzorgen. Want God zegt letterlijk, jullie problemen zijn mijn problemen. Vertrouw op de Heer. God onze Vader heeft ons Jezus gegeven, puur en simpel, om ons te bevrijden en ons om te laten zien hoe liefde omgaat met deze wereld. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor ieder die hier dit mocht horen. En ik bid dat wij niet alleen u naar uw woord zullen horen, maar het ook zullen doen, zullen toepassen. Dat wij mogen zijn zoals u bent. Want u heeft ons Jezus gegeven als voorbeeld. En een perfect leven dat hij geleid heeft. Een leven dat puur en simpel gebaseerd was op liefde, vergiffenis, nederigheid. Compassie. Dat wij dat ook mogen uitdragen aan alle mensen om ons heen. Vooral die mensen die wij vinden dat het niet waard zijn. Want wij waren dat ook niet waard. Maar wij danken u dat u ons dat heeft getoond. We danken u voor Jezus. En ik dank u God onze Vader dat u uw Zoon heeft gezonden om ons te bevrijden. Wij danken u daarvoor. Want ik bid Heilige Geest dat u ons kracht geeft om uw woord te kunnen uitdragen en kunnen toepassen in onze levens. Help ieder van ons, vraag met de naam van Jezus. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegening? Het volk van God, de Heere, zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.